niet stoppen als je doorgaat. Je komt niet verder als je stil blijft staan. Achteruit is niet vooruit gaan. Het is belangrijk dat je stappen maakt. Het gaat van kwaad tot erger. En het gaat niet zo. Het gaat van kwaad tot erger. Je voelt je zo. Van binnen zit met vage gedachten. Ze leeft alleen maar binnen de grenzen van lasten. Lastig is het hoe dan ook. Kijk maar naar hoe ze loopt. Hoe ze showt met alles openlijk te zien. Misschien wel broke. Ze haalt alles uit de kast om aan de bak te komen. Alles voor wat money met risico in de bak te komen. Ze wil alles kopen, alles wat is weggesloven. Maar twee keer de hoeveelheid van een overdosis. Ze zit vaak in een space. Duidelijk te zien ligt juist daar het probleem. Niemand is het eens met de dingen die ze doet. Maar van die niemand is er geen die er ook echt iets aan wil doen. Zie de waarheid onder ogen, meisjes schouw niet achter leugens. Kom niet met het is verslaving dat me bezighoudt. Want alles heeft een keuze. Natuurlijk is het moeilijk en dat kan je zeker merken. Maar het feit is dat het altijd gaat van kwaad tot erger. Ik zeg je, je kan niet stoppen als je doorgaat. Je komt niet verder als je stil blijft staan. Achteruit is niet vooruit gaan. Het is belangrijk dat je stappen maakt. Het gaat van kwaad tot erger. En het gaat niet zo. Het gaat van kwaad tot erger. Je voelt je zo. Zeker in van die heftige tijden. Alleen voor de wereld zoals mensen het beschrijven. Alleen op de wereld zoals zij het zo bekijken. Ze is één met de wereld, maar belangrijk zijn de feiten. Want die liegen niet, dat doet ze zelf wel. Vandaar dat ze alleen is opgetrokken met zichzelf. Niemand die de steunen zou een tijd dat ze het nodig heeft. Niemand die het overweegt, niemand die het schokt met de vraag of ze het overleeft. Niemand ziet zo'n groot probleem. Nee, niemand ziet zo'n groot probleem. Want wat weet je van haar bestaande verslaving, alle haar. De strijd om door te zetten met de kans dat ze het maakt. Maar helaas bij elke dag begint ze weer van voren vaar. Dus is het net zo effectief als eten op een volle maag. Het klinkt raar maar waar het gaat van kwaad tot erger. Maar toch zijn we allemaal hetzelfde en zegt ze: je kan niet stoppen als je doorgaat. Je komt niet verder als je stil blijft staan. Achteruit is niet vooruit gaan. Het is belangrijk dat je stappen maakt. Het gaat van kwaad tot erger. En het gaat niet zo.